Welkom bij Mystic Angel Radar Tarot. Ik ben Rara. Dit is de maandelijkse reading voor de maand mei 2023 voor de maagd. Ik heb de kaarten al gelegd, dus ik ga gelijk beginnen met de reading. De energiekaart is nummer 12. Langzaam maar zeker. Langzaam maar zeker wint de race. Herinner je je de gezegde langzaam maar zeker? Ken je het verhaal van de haas en het schildpad? Het is tijd om rustig verder te gaan, je niet te haasten en kalm te blijven. Vertrouw erop dat wanneer je wat rustiger aandoet in je leven, je dromen beter waar kunt maken. Het rustiger aandoen stelt je in staat om meer van het leven te genieten. Doe dit dan ook. Dus ga gewoon de dingen stap voor stap doen. En dan zal je zien dat je al je doelen gaat bereiken. De begeleidende boodschapkaart is waarheid en integriteit. Dat betekent dat er waarheden naar boven gaan komen in de maand mei van andere mensen, heb ik het gevoel. En dat jij heel veel achter de woorden van mensen gaat komen en de bedoelingen van mensen, dat je daar ook wat achter gaat komen. Dan heb ik New Vitality. Dat betekent dat je energieën lekker aan het stromen zijn. En dat er een nieuw begin gaat komen. Je wordt geblokkeerd omdat je niet observeert, maar de dingen snel handelt. Waardoor je uit je kracht komt. Simply Love betekent jouw wijsheden liggen in jou. Zelfliefde is heel belangrijk hierin. Ga meer zelfliefde toepassen in je leven. Zelfliefde wil zeggen, ga maar leuke dingen doen. Ga maar creatief bezig zijn. Ga meer naar buiten. Buiten lopen. Ga meer mediteren. Yoga doen. Blijf gewoon die leuke dingen ook doen. En dat is gewoon eigenlijk zelfliefde. In het verleden luister je goed naar je intuïtie, wat heel sterk is. En dat zette jou echt in je kracht. Doe dat wat meer. Ja, je bent bijna uit je angsten. Zet jouw angsten echt in liefde. Zet het om in liefde. Mocht het zijn dat jij echt niet vanuit die angsten kan komen, dan kan ik je helpen met intuïtieve ontwikkeling. En dan kan je via mijn 06 nummer via de WhatsApp, kan je dan de dienst intuïtieve ontwikkeling bij mij volgen om uit die angst te komen. Ik kan je daarbij helpen. En het helpt echt effectief. Lief. Je gaat meer in de nabije toekomst, ga je meer je leiderschapsrol op je nemen, wat jou meer in je kracht gaat zetten. Op werkvlak zie ik wel dat jij haar hart ervoor gesloten hebt om je werk te doen. Je vindt het werk niet leuk. Je vindt het werk echt niet leuk en het haalt je uit je kracht. Ga een ander werk zoeken. Volg je hart. Wat voor werk je wilt. Coming together. Betekent dat je misschien weer één wordt met je familie, met je gezin, met je geliefde. Het kan ook zijn dat jouw mannelijke en vrouwelijke één worden. Waardoor jij jouw hart wat meer open gaat staan. Dat je meer liefde kan geven en liefde kan ontvangen. Je gaat... Oh, sorry. Mijn telefoon viel. Ik hoop dat je er niks van mee hebt gekregen. je gaat dingen manifesteren. Je hebt alle tools in handen. En er komt een nieuw begin aan voor manifestatie. En de throatchakra wil zeggen, jouw keelchakra begint krachtiger te worden, omdat jij veel je waarheden spreekt. En daardoor komt er veel meer communicatie. En je hebt veel boodschappen te geven. Dan heb ik de boodschapkaart nummer 3. Volgens mij had deze kaart ook de stier. Nummer 3, harmonie, sorry.
Macht, zelfvertrouwen, productiviteit. Deze kaart kondigt de periode van de innerlijke en uiterlijke harmonie. In de komende maanden zul je merken dat je vertrouwen toeneemt en dat je actiever wordt. Het ziet ernaar uit dat je geleerd hebt gebruik te maken van de oerkrachten van de natuur. En dat je deze energie op een sterke en zinvolle manier in banen kunt leiden om je doel te bereiken. Je gesternte is op dit moment volkomen in balans. Het is een heel fortuinlijke tijd voor je. En deze periode zal enkele maanden aanhouden. Wees je bewust van de macht die je nu hebt. Waardeer en respecteer die macht. En gebruik hem met wijsheid. Alles wat je in deze periode leert, zal je in de toekomst van pas komen. Observeer in deze periode hoe je geest werkt en ook wat je doet en hoe anderen op jou reageren. Kijk eens hoeveel deuren er voor je opengaan en hoe wegen die voorheen onbegaanbaar waren, nu opeens vrij zijn van obstakels. Alles wat je graag wilt, komt moeiteloos naar je toe. En dat alles omdat jij van binnen en van buiten in harmonie bent. Denk hier ook in de toekomst aan en doe er voordeel mee. Affirmatie. Ik ben één met de krachten van de natuur. Ik ben één met de aarde en met heel de schepping. Ik gebruik mijn macht met wijsheid en met groot effect. Ik schep harmonie in mijn leven door liefde en acceptatie. Ik bereik mijn doel gemakkelijk. Wauw, wauw, wauw. Nou, je krijgt heel veel zelfvertrouwen. Je krijgt meer energie. Je wordt meer productiever. Dus wat wil je nog meer? Het wordt een hele fijne maand voor jou. Mocht jij mijn hulp nodig hebben, dan kan je een van mijn diensten kiezen hier onder deze video. Like, abonneer en laat belletje rinkelen om mijn video's te ontvangen. Laat hier onder deze video weten wat je van deze reading vond. Mocht je een van mijn diensten willen, dan kan je via mijn 06-nummer via de WhatsApp reageren. En dan maken we zo snel mogelijk een afspraak. Nou, tot de volgende maand. Doei doei!